Oh, een hele goede morgen, dames en heren. En oh my god, dit is gewoon letterlijk licht. En wat hoor ik heel daar buiten? Ik hoor heel dat iets. Oké, dat had ik niet moeten doen. Ik slaap gewoon letterlijk in een hotel. Maar mensen, like even allemaal deze video en abonneer op dit kanaal mijn belletje aan. Anders komt Poes straks achter jou aan. We zijn dus nu op het hotel en ik denk dat het hoogste tijd is om uit te checken en te betalen. Sorry meneer. Ik weet niet. Ik vind het even leuk om te doen. Ik vind het mooi geluid. Gast, wat doe je man? Dat is echt super duur. Sorry meneer. Ik had er even toevallig heel erg veel zin in. Maar kan ik uitchecken alsjeblieft? Jongeman, hoor je dat getik soms niet? Dat getik hoor ik. Maar wat is dat getik eigenlijk buiten dan? Luister, deze stad is letterlijk in gevaar. Je moet zo snel mogelijk vandoor. Oh, maar ik ging er sowieso vandaag al vandoor, toch? Dat wist je al wel, toch? Want ik ging dus naar New York toe. Ik ga daar dus wonen. Ik ga dus verhuizen naar New York, dus... Ja, jij wel, Delano. Maar de bewoners zijn letterlijk in paniek. Dus ga nu het nog kan. Ik hoef je geld niet. Geld gaat ons allemaal niet redden. Oké, meneer, nou ja, als jij het zegt, nou ja, dan ga ik er maar vandoor. Ik denk dat het een goed idee is. En wacht, hoor je nou heel daarvoor getik? En wat is dit nou weer? Het is een beetje een zoortje geworden in de garage. Ik denk dat het hoogste tijd om even hier instappen. Maar voordat we eigenlijk instappen. Wat is dat geluid eigenlijk hier? Ik weet ook echt niet wat het is, maar het is al een beetje scary. Of zo. Oh my god, waar komt dat geluid vandaan? Huh? Is dat nou serieus? Wacht, is dat Baldi? Hey, wat heeft dat te betekenen? Hey Baldi, ik heb een leuk spelletje voor je. Hey, pak me dan als je kan. Oh nee, oké, laat ik snel vandoor gaan. Oké, ik moet er vandoor. Oh man, waar is hij? Hij is alweer weg. Hey Baldi, pak me dan als je kan. Kom dan, hè? Baldi, let's go. En wacht, wat? Hij stopt heel de garage. Oh my god, dit meen je niet. Oh, dit is echt foute boel. Wat is Baldi aan het doen? Dit is wel echt heel erg eng. Ook in mijn auto is hier. Moet snel instappen, man. Oh my god, laat ik snel vandoor gaan. Dat is echt anders te laat. Oh nee, pas op voor Baldi. Wat is Baldi er aan het doen? Wat? Hij pakt iedereen aan. Hè? Wat gebeurt er? Oh man. Oké, laat ik snel gaan rijden. Oh, snap. Oh nee. Pas een beetje op. Oké, moet snel vandoor. Oh, dit is echt foute boel. Ik zweer het je. Ik maak niet eens een grap. Maar Baldi pakt dus blijkbaar iedereen aan. Weet je, laat ik even de trein gaan pakken. Of ja, op zijn minst even naar de. Ja, is weg, man. Ik ga dus verhuizen naar New York, zoals jullie weten. En daar is Baldi weg. Ik dacht van wel, doe Baldi in de stad. Maar Poe leeft ergens goeds ook in de stad. Tenminste, ik ga dus een huisdier kopen. En ik ga die dus namelijk Poe noemen. In New York kan er gewoon letterlijk geruchten dat hij gewoon letterlijk kan kopen. Oh, mijn auto blijft hangen. Ouch. Oeh, oké, dat is echt foute boel. Laat ik even proberen om te rijden. Want Baldi is er nog steeds. Het klinkt misschien een beetje raar. Maar we kunnen zo over de train track gaan. Ik denk dat dat op zich wel een goed idee is. En er is een irritante mug bij mij. Mensen, hebben jullie op dit moment ook last van muggen? Laat achter in de comments. En oh, mijn motor is uitgevallen. Damn, weet je, ik ga het repareren. En ik denk dat ik hierna lekker verder ga. En wacht, zie ik dat nou goed? Of wat is daar nou in de verte? Wacht, ik moet even kijken, want ik zie daar iemand. Oké, laten we proberen niet op te vallen voor Baldi. Maar wat is dat daar zo? Huh? Oh my god, dat is Thomas' trein. Oké, snel, we moeten vandoor. Weet je wat, ik ga de auto pakken en ik ga dus lekker doorrijden. Oeh, oh my god, ik ga proberen snel weg te wezen hier. Oké, weet je, dan ga ik maar lekker in. En ik denk dat het hoogste tijd is om weg te rijden. Oké, guys, we zijn dus lekker aan het rijden. Hierzo, ik denk dat de hoogste tijd is om wel even lekker door de woestijn in te rijden. Want ja, waarom ook niet? Maar goed, weet je, ik denk dat het hoogste tijd is om te rijden hier zo. Ja, dat zei ik net ook. Wat was dat nou weer? Oh my god, wacht. Wat is dat nou? Is dat een spin? Dit meen je niet. Maar wat doet hij daar überhaupt? Hallo? Oh nee. Pas op. Oké, wegrijden hier. Oh nee, dit is foute boel. Wie is dat? Oh my god. We worden achterna gezeten door een bus of zo. Wat is dit nou weer voor iets? Hoe kan hij nou ineens doen? Oh. Nee, au. Ik word goed geraakt, maar wat spuugt hij uit? Huh? Oké, even. Oké, we moeten proberen aan te rijden. Hoppa. Oké, we hebben hem. Wat? We hebben gewoon letterlijk geraakt en hij is gewoon verdwenen. Oké, dan. Nou, blijkbaar kan alles. Maar weet je wat? Laten we lekker doorrijden. Ik heb dus geen last van bus hier als het goed is. Ja, we zitten gewoon lekker in een auto. En ja, zie je wat er gebeurt als ik aan de andere kant op kijk? Ja, dan gebeurt er letterlijk dit. Maar weet je wat? Wij gaan dus door naar New York. En terwijl we lekker aan het autorijden zijn naar New York, heb ik namelijk een nieuw iets gekocht. Of nou ja, we hebben namelijk een nieuw beestje gehaald. En kijk eens jongens, deze kitten is echt super schattig. Kijk eens in de camera. Oh ja, zeker mensen. Jullie mogen zijn naam raden. Hoe denken jullie dat deze kitten heet? Laat even achter in de comment. Deze kitten ga ik even lekker verder laten. Het is maar echt een klein ding. Maar deze hebben we dus vandaag gehaald. Laten we doorgaan naar New York. Oké, guys, we zijn dus als het goed is bijna aangekomen bij het huis waar ik zeg maar naartoe ben verhuisd. En ik ben dus heel erg benieuwd hoe het er eigenlijk uit gaat zien. En ik heb een beetje last van de hik. Dat was al duidelijk geworden. Als het goed is het nummertje 4 als uit mijn hoofd of 5. Ja, dit huis. Het was een hoekhuis. En wacht, waarom staat er een deur open? Is dit serieus? Wacht, ik moet hem hier neerzetten, denk ik. Alright, laat ik dat even doen. Ik kan hem in de garage zetten als ik zou willen. Maar waarom zou ik? Weet je, is niet nodig. Laat de garage maar even dicht doen. Maar hè? De deur staat open. Want in die brief, ja, ik heb het jullie niet allemaal verteld. Staat dus letterlijk op dat ik hier ontvangen zou worden door een of andere man. Tenminste, ja, ik weet niet. Is er iemand thuis? Hallo? Mag ik hier zomaar binnenkomen? Is dat de bedoeling? Hallo? Ik ben aangekomen. En wacht eens even, waar zal die meneer zitten? En hier zit een boekenkast die ik een beetje verdacht vind. Alsof er iets achter zit. Maar, I don't know. Ik weet niet of het zo is. Ik hoor een bepaald muziekje, lijkt het wel. Ja, inderdaad. Ik hoor inderdaad een muziekje, mensen. Oh my god. Dus, ja, weet je. Laten we verder gaan kijken in het hele huis. Ik weet niet, maar is er niemand of zo hier zo? Want die is allemaal leeg, die kamers. Ja, ik moet er nog inrichten. Duh. Maar dat moet dan wel goed komen, mensen. En, wacht eens even. Stond deze deur niet toen net dicht of zo? Want, ja, ik had hier al gekeken. Dit is de badkamer. Huh? Hoe staat de deur in één keer open? Oh my god. Wacht, wie zat hier eigenlijk in? Laten we even checken. Oké, daar gaan we dan, hè. Hallo? Wie is daar? Als je bent, laat je nu. Is dat Poe?
Oh my god, wacht. Hebben we nou letterlijk een huisdier genaamd Poe? Maar is hij dan degene die ons ontvangen zou? Oké, laat ik niet te veel zeggen. Ik denk dat het hoogste tijd is om even weg te gaan. Want Poe zit hier nu op dit moment wel, maar hij mag me niet zien. Ik denk dat ik even wat eten voor hem moet halen. Want nu is hij nog rustig, maar ik weet dat Poe altijd wel eten wil hebben, zeg maar. Want ik heb die app ook gespeeld. Als we dat niet doen, dan wordt hij een beetje onrustig. Laten we alle deuren sluiten. Maar ja, ook al gaan we dezelfde deur open doen. En misschien toch maar even deze deur op slot doen. Dus laat ik het even doen en het lichtje even uitzetten. Ik denk dat dat een goed idee is. Dus weet je, de deur even lekker dicht. En ik denk dat het een goed idee is om de deur ook even lekker op slot te doen. Ja, die staat lekker op slot, mensen. Ik denk dat hoogste tijd is om even naar de winkel te gaan. Want ik moet inderdaad eten halen voor meneer Poe. Of meneer mevrouw Poe. Ik weet niet wat het eigenlijk precies is, maar we moeten gewoon even gaan kijken. En hier is dus een tankstation. Oké, dat is heel fijn. Laat even de Notto gaan parkeren. En even gewoon naar binnen gaan, zodat ik even wat eten kan halen. Of ja, voer voor Poe. Goed, laat even gaan kijken hier. We hebben hier dus een containers. En ja, daar moet ik eigenlijk niks mee doen. Maar goed, weet je. En mijn kit zit even mijn been aan het groeien. Mensen, ik heb echt net een nieuw kitten. Dus dan weet je dat ook. Ik heb het even de eerste 3 minuten verzwegen. Maar vanaf nu ga ik het toch wel even duidelijk maken. Goed, wat zou ik even gaan halen? Want ik moet even wat eten hebben voor Poe. Waar houdt Poe eigenlijk van? Poe is ook wel een beetje een vettige gast hoor. Want die houdt wel van fastfood. Dus ja, fastfood. Fastfood. een hamburger. Ik denk dat Poe dat wel lekker vindt. Dus weet je wat? Laten we het mee gaan nemen. Laten we even op gaan pakken hier zo. Oké, dus we hebben hier een hamburger. En laten we deze even afrekenen. Hallo meneer, ik zou graag deze hamburger willen afrekenen. Is dat oké? Maar natuurlijk is dat oké. Dat gaat u dan 4 euro kosten. Wilt u er een tasje bij? Iets bij? Of überhaupt iets? Of is het oké voor jou? 4 euro voor een hamburger? Amai, kan het niet iets goedkoper of zo? Welkom in New York, vriend. Hé, luister. Er is iemand die ken gewoon zeg maar vermist geraakt. Dus zou je die misschien kunnen helpen, alsjeblieft? Het gaat dus zeg maar om een man. Die zou als goed bij iemand kijken. Wacht, ben je de nieuwe bewoner? Ja, klopt meneer. Ik ben inderdaad de nieuwe bewoner. Maar hoezo dan eigenlijk als vraag? Want ik vond het al raar. Want inderdaad, iemand zou mij zeg maar ontvangen als het aan zou komen. En die was er helemaal niet. Wat is er gebeurd? Weet jij er iets meer van? Sorry jongeman. Ik kan je er helaas niet echt bij helpen. Maar hé, luister. Het zou fijn zijn als je mij ergens mee kan helpen. Waar houdt u trouwens je hamburger voor? En ten tweede, ja, ik weet het. Ik vind het raar. Want ik zou ook normaal gesproken bij de autodealer moeten zijn. Of ik moet bij de haven. Want hij werkt zeg maar bij de haven. En daar was hij dus ook niet toen net. Zou je mij misschien alsjeblieft kunnen helpen? Kun je die verkoper van het huis even niet vinden? Of de huurbaas? Als dat zou doen, zou je echt een held zijn, oké? Tot uw dienst, meneer. Ik ga eens even kijken wat ik voor jou kan doen. Laat ik even de hamburger meenemen, ja? Dan wens ik een fijne dag. Weet je, ik ga die meneer gewoon toch maar eens even moeten helpen. Want ja, dit is dan echt foute boel. En ja hoor, we hebben gewoon letterlijk de hamburger. Lekker. Ziet er goed uit. En laten we deze even meenemen. Ja, ik kan hem alleen wel zo meenemen, zeg maar. Of ik moet hem op de auto kunnen leggen. Kan ik hem mee rijden of gaat dat fout? Ik weet het niet. Oké, dat gaat wel. Dat ding rolt eraf. Dat is niet echt de bedoeling. We moeten proberen mee te nemen. Oké, hoe ga ik dat eigenlijk het beste doen? Kan ik hem hier ergens vast aan maken of zo? Wow, wat? Is dat serieus? Oh my god, ik duik gewoon eigenlijk letterlijk mijn eigen politieauto. Huh? Dus zo neem ik mijn politieauto gewoon letterlijk mee naar huis? Nou ja, als het ook zo kan, waarom niet, hè? Laten we het even op die manier doen. Wat? Dit is echt, dit heb ik nog nooit gezien. Dus een hamburger heeft gewoon meer value en meer kracht dan een politieauto? Is dat serieus? Oh ja, in ieder geval, laten we maar even neerzetten. Ik vind het goed zo. In ieder geval, we komen dus thuis aan. Laten we naar binnen gaan. Laten we lekker naar binnen gaan en wacht eens even. Waarom staat licht aan? Ik had het toch net voordat ik hem uit. Ja, tenminste, voordat ik wegging, had ik hem uitgezet, toch? Ik vind het echt heel raar dit. Ik zweer het je. En die hamburger ligt ons erboven. Maar goed, weet je. Laten we de burger naar Poe brengen. Poe, ik ben terug thuis. Oké, en ja, ik moet die hamburger laten vallen. Ik kan niet twee dingen tegelijk, blijkbaar. Maar oké. Poe, ik heb een burger voor je gehaald. En waar is Poe gebleven? En wacht, is dat die meneer? Is dat die verkoper? Oh my god, wat is gebeurd? En nee, foute boer dit. Oké, die hamburger ga ik niet eens opeten. Wat is gebeurd met deze meneer? Dit is letterlijk de verkoper waar ik contact mee heb gehad. Oh my god, maar ik moet het even gaan melden aan de supermarkt wedermerk. Want oh, dit is echt foute boer, man. Oké, weet je, laat ik even de auto gaan zetten. Ik denk dat het een goed idee is. Goed, laat even heel snel gaan. Oké, we moeten gaan nu. Oh, ik ben helemaal in paniek. En ik moet ook even naar de garage toe, zeg maar, om even een en ander te gaan regelen. Maar ja, dat ga ik zo meteen even doen. Ik ga eerst even naar de supermarkt toe om even te vragen hoe en wat. Want ja, ik moet naar de garage ook nog eens voor deze auto. Want deze auto is helemaal niet goed. Ik moet nog wat nieuwe banden hebben. Ik moet alles hebben eigenlijk. Oh my god. Oh goed, weet je, laten we even naar binnen gaan. Want ik moet even weten wat er aan de hand is. En nee. Dit meen je niet. Die meneer is gewoon letterlijk verdwenen. Ik had letterlijk contact met die supermarktmedewerker gehad. En waar is hij nu gebleven? Dit is echt heel raar. Hallo meneer, waar ben jij dan? Oké, dit is echt foute boel. Wie zou dat gedaan hebben? Ik geloof niet dat Poe is, maar ik ben er een beetje bang voor. Is er iemand hier? Oh my god, we hebben de storage room hier. Hallo? En hier liggen we appels in, drinken, cola, fruit. Ja, noem maar op. Oké. Laten we de vriezer uitzetten. Of nou ja, die staat aan, weet je. Oh, wacht, zit hij niet letterlijk hier zo? En hij is gewoon letterlijk op slot deze deur. En nee, die meneer is gewoon letterlijk. Wat is er gebeurd? Oh my god. Dit is echt heel erg erg dit. Oké, wat moet ik doen, guys? Dit is echt fout. Het loopt echt verkeerd af. Laat even op zoek gaan naar Poe, man. Ik zweer het je. Want als we Poe nou niet gaan vinden, dan is het echt fout Poe. Goed, ik moet toch mijn auto laten maken. Dus ik hoop dat wel kan. Want wat is er aan de hand überhaupt? Ik begrijp helemaal niks. Van mijn auto moet naar de garage toe, want ik moet hem laten keuren. Ja, want ik heb best wel een lange rit gehad, zeg maar. Van hoe heet dat nou? Hoe noem ik dat ook alweer? Het Wilde Westen. Nou, letterlijk een grote stad. Ja, je weet zelf ook wel. Dat vraagt problemen. Maar goed, weet je, maakt verder nog niet uit. En moet hier naar de garage. Als het goed is, zit hij hier ergens. Ja hoor. Oké, ik ga eens even aankloppen. Ik heb een auto hiervoor staan. Ja, no parking. Maar ik kan hem ook niet naar binnen brengen. Dus ik ga eens even naar binnen toe en kijken of er een meneer is. Oké, dan gaan we even kijken. Hallo, is er iemand? Meneer. Oké, er is weer letterlijk helemaal niemand zeker. Is hier misschien iemand? Nee, hij is ook niet aan het sprayen. Meneer, ik kom mijn auto laten keuren. Meneer, waar ben je? Ik hoor die muziek weer. Kan het kloppen? Oh nee, oké, heel voorzichtig kijken. Idee, dat trouwt niet. Ik hoorde net muziek.
muziek. Oké, is hij hier? Daar is hij. Oké, we moeten proberen te vangen. Oké, als Poe hier is, gaan we heel zachtjes het container even open doen. Ja, en ik denk dat het de hoogste tijd is om Poe te vangen. Laten we heel voorzichtig zijn. En laten we nu weer even gaan kijken. En oh my god, waar is hij gebleven? Wacht, ben je serieus? Poe was hij toch net al klet? Of wacht, ik meen, ik zag die puttex op bewegen. Zagen jullie dat ook? Oké, dat betekent maar één ding. Ik denk dat hij hier beneden is. Mensen, ik denk dat het hoogste tijd is om beneden te gaan kijken. Dus weet je, laten we even lekker gaan doen. En ik denk dat we gewoon lekker erachteraan moeten. Dus ik spring er even in 3, 2, 1. En laten we gaan kijken. Oké, laten we checken. Hallo, is er iemand? Oh my god, ik weet niet of er iemand is, maar laat kijken. Oh my god, ik word letterlijk gekild. En wacht eens even. Wat doet Elkramai hier in het riool? I mean, ik dacht dat Elkramai echt een mega groot zeemonster was. Maar blijkbaar is het maar echt een klein ding. Wacht, wat is dit nou weer? Waarom zit er dan van die rare vis in het water? Het lijkt wel een krokodil. Alleen dan 3 keer zo klein. Een miniatuur of zo. In ieder geval, het zal hem wel goed zijn. Maar ja, wat moet je ook, hè? Met die krokodil en al dat soort dingen. Oh my god, het is gewoon scary hier. En wacht eens even. Zag ik daar net iets naast staan? Ik weet niet. Oh my god, er is gewoon letterlijk een deur. Wacht, wat heeft dit te betekenen? Wacht, staat gewoon letterlijk een meisje daar? Wacht, was jij net zo hard aan het schreeuwen? Of hoe zit dat nou weer? Ja, dat klopt. Sorry, ik was net heel hard. Ik ben gewoon echt bang. Ik bedoel, ik zag iets in het riool. Kan je misschien beschrijven wat je zag in het riool? Want ja, ik bedoel, ik kon niet zomaar iets tegen het riool, snap je? Ja, heel erg lastig uit te leggen, maar ik zag een of ander zeemonster of zoiets. Of ik bedoel, Poe. Ja, ik zag pas een kleine zeemonster hier, maar Poe of zoiets. Ik weet niet. Het is in ieder geval zo'n ovaal ding rondachtig. Heeft een lach op zijn gezicht. Hij lijkt niet eng, maar ik vind er een super eng uitzien. Oh man, dat is wel heel erg treurig. In ieder geval, laten we verder gaan kijken. Dus laten we even doorgaan, want ja, ik wil toch even weten wat er aan de hand. In ieder geval, bedankt, want Poe, dan zat hij hier in het riool moeten zijn. Ik dacht al zoiets, want die vorige keer had ik hem ook al gezien. Nou, in ieder geval laat ik even gaan kijken hier. En oh my god, wie is dit dan weer? Zie ik nou weer een zeemonster? Is dat de Bloop? Oh my god. Dat betekent dat gewoon letterlijk de Elkramai, de Bloop en een of andere ander zeemonster gewoon... Ja, ik weet niet, maar wacht, die hebben gewoon eitjes gelegd. En daar komen gewoon baby's uit. Ik durf ze nog niet aan te raken, want voor hetzelfde geld kunnen ze alsnog je hele been eraf bijten. Ik denk dat dat geen goed idee is. En wacht, wie is dat nou weer? Are you kidding me? Oh my god, nee. Au, stop. Poe, wat doe je? Oh nee. Poe zit achter me aan, guys. No. Oké, lekker even snel uitklimmen hier. Oh my god, waar is Poe? Oké, hij is weg als het goed is. Ik hoop het maar wat is er gebeurd? Waar kom ik uit? Ik kom uit mijn een of ander hotelding. Wat? Oh my god. Dus ik moet even lekker hier naar binnen gaan. En mensen voor de vorige keer hebben gezien. Ik heb dus sinds kort een kitten. En ja, die kitten komt dus nu op mij klimmen. Ik merk wel dat die nog wel een beetje last van alleen zijn. Maar kijk eens mensen, hier is gewoon letterlijk mijn kleine kitten. Eerlijk, ik hou van dat beest. Laat ik in mijn facecam groot zetten, hè? Kleine kitten? Ja. Wil je ook opnemen? Wil je even een videotje opnemen samen met mij? Hè? Dat mag hoor. In ieder geval, ja, lief ding. Ik denk dat die kitten even bij mij op schoot zijn. Op zich kan dat wel. Want ik bedoel, er is ruimte hier op schoot tijdens mijn opnames gewoon om op schoot te liggen. Maar hij ligt heel graag op mijn bureau. Oftewel, eigenlijk op plekken ligt hij heel graag waar ik gewoon aan het werk moet. Maar ja, maakt niet uit. We gaan even de lift pakken. Want waar ben ik nu ineens aangekomen? In een of ander hotel of zo? Wacht, we hebben hier lockers. Oké, dus er komt die lift eraan. Wacht, ik moet wachten op de lift, hè? Wacht, is dit een lift überhaupt? Of is het een kamer? In case of fire, do not use yellow. Ja, dat snap ik ook wel. Want als die lift in de fik staat, die touw branden eraf. Kun je niet meer navertellen, vriend? In ieder geval, laten we naar de derde verdieping gaan. Want ik moet gewoon even een hotelkamer hebben. Ik moet mezelf kunnen veiligstellen. Maar ik betwijfel dat eigenlijk wel mogelijk is. Maar we gaan het zien, man. We zijn dus nu lekker naar boven aan het gaan. En ik denk dat de hoogste uit hem even te gaan stallen. Want oh my god, dat is wel echt heel erg eng. Goed, we zijn dus aangekomen op de volgende verdieping. En waar, oké, ik moet gewoon zoveel mogelijk verstopt zijn van Poe. Dus weet je wat? Ik denk dat het goed idee is om hier even zo meteen even een dutje te doen. En dit is gewoon letterlijk in New York. Oké, laat ik het raam even niet kapot maken hier, want dat is een slecht idee. Maar ja, ik heb gewoon letterlijk hier mijn eigen badkamer ook. Hartstikke fijn. Dus hier, ik kan mezelf alleen niet echt bepaald zien in het spiegel. Maar ja, nu helemaal niet meer. Goed, laat ik hier proberen even uit te rusten. Ik denk dat het hoogste tijd is om even lekker te koken. En wacht, ik hoor muziek. Van wie is die muziek? Oh nee, Poe is letterlijk hier in mijn kamer. Hij kan gewoon letterlijk zelf die deur open doen. Oké, snel, laten we proberen te vluchten. Oh nee, ik word achterna gezet op Poe. Nee, blijf daar. Blijf daar jij, Poe. Nee. Oh my god. Oké. Nee. Oh nee, nee. Oh my god, Poe is gewoon letterlijk achter me. Oh, dit doet heel veel pijn. Ik ben gewoon letterlijk afgevallen. Oké, we proberen weg te komen. Poe, oh nee. Nee, hij zit gewoon letterlijk achter me aan. Oh nee, help. Oh, dit is echt vreselijk. Oh, wat? Poe kan gewoon letterlijk door de muur in kruipen. Oh, dit is echt heel erg eng. Oké, ik ben een beetje bang hier. Oké, kom, schiet op. Wacht, waar is hij nu? Oh nee. Oh nee. Oké, weg. Ik weet niet, mensen. Ik moet even snel ook afkomen van Poe. Oké, en. Hey, de muziek stopt er in één keer mee. Waar is Poe gebleven? Huh? Poe is gewoon letterlijk verdwenen. Wat? Ik werd net heel te achterna gezeten, maar laat ik alsnog hier wegkomen. Poe weet gewoon letterlijk waar ik ben. Hoe kan dat? Ik weet niet hoe het kan, mensen. Maar laat ik hier even naar het andere gebouw gaan. Ik denk dat het een goed idee is. Ja, en zijn er nog verder manieren? Ja, we kunnen dus via hier zo. Top. En ik hoop dat we ergens naar binnen kunnen. Oh, dit is echt foute Poe. Kan ik hier naar binnen toe? Nee, dat gaat dus niet. Kan wel naar boven toe. Dus ik hoop dat ik er veilig ben. Ik hoop dat Poe hier niet meer komt, man. Oh man. Oké, ik hoop dat we hier naar binnen kunnen. Kan dat? Ik weet oprecht niet eens waar ik ben, man. Maar het is in ieder geval wel echt eng. Ik zit gewoon letterlijk hier op een dak. Kan ik hier naar binnen toe? Als het goed is, kan ik hier. Ja, moet er ergens kunnen. Maar nee, daar lijkt het nu niet echt bepaald op. Oké, ik hoop echt dat ik van Poe weg ben. Want ik vind Poe echt gewoon een verschrikkelijk beest. Oké, ik moet ergens naar binnen kunnen. Maar waar kan ik naar binnen? Alles is op slot. Wacht, dat ding ziet er verdacht uit daar. Weet je wat? Misschien dat. Nee, dat kan dus ook niet.
niet. Oh, misschien kan ik hierop springen. Kan dat? Ja. Hey, zie je? Wow, ik ben gewoon ninja, man. Ik kan dus gewoon naartoe waar ik wil. En ik zie overal gewoon dingen staan, overal deuren. Maar in ieder geval, we moeten proberen naar beneden te komen. Want ik durf echt niet meer via de trap. Ik zit gewoon helemaal opgesloten hier zo. Oké, guys, ik voel me net Sinterklaas. Maar ik heb als goed is nu het juiste dak gevonden. Dat betekent maar één ding: dat we via een schacht naar binnen kunnen. Ja, top. Oké, moet eens proberen naar beneden te komen. Ik moet uit New York, want New York is echt niet veilig meer voor mij. Waar ik naartoe ga, dan ga ik dan even ondertussen wel zien waar ik naartoe bij rij. Maar in ieder geval, dat New York niet veilig is, dat is wel een feit. Oké, we kunnen dus of hierheen. Maar ja, oh, het is wel heel erg streng gewend, hè? Oké, kunnen ze hier naar boven toe? Oké, we zetten nu gewoon letterlijk de hele schacht in te gaan. Oh my god, het is echt fout op hoe. Hoe moet ik eruit komen? Ik zit gewoon helemaal opgesloten hier. Alright, guys, ik heb als goed zijn uitgang gevonden. Als goed kan ik hier eruit. Ah, kijk, Superman. Oké, waar ben ik eigenlijk op dit moment? Ik weet oprecht niet waar ik ben, maar. Oké, moet heel voorzichtig zijn hier. Oké, moet de deur even open doen. Wacht, ik ben gewoon letterlijk bij de bank. Wat doe ik bij de bank hier eigenlijk? Oké, we hebben die security camera. Oké, we moeten zorgen dat we even de auto gaan pakken en snel mogelijk wegwezen. Want Poe zit gewoon heel de tijd achter me aan. Eén ding is gewoon veilig. De stad is niet meer veilig. Oké, ik hoop dat Poe niet eens buiten is. Oké, en? Oké, ik hoop dat ik veilig ben, man. Oh, we moeten eerst naar huis toe. Maar waar is mijn huis? Ik ken het helemaal niet eens van buiten hier zo. Maar hey, weet je, het komt wel goed. Als goed is, Poe moet hier ergens in de stad lopen. Dat weet ik wel. Alright, guys, ik ben dus thuis aangekomen. Laten we de auto gaan pakken, want we moeten hier weg. Goed, weet je, ik denk dat het hoogste tijd is om te gaan. En, oh, daar is hij alweer. Oké, snel. Moeten wegwezen. Hey, stop ermee. Oké, guys, ik denk dat het hoogste tijd is om weg te rijden. Oh nee. Hey, ga eens weg, jij. Ga eens weg, je domme Poe. Oké, laat zo snel mogelijk wegrijden hier. Ik denk dat het wel lukt. Oké, Poe zit wel steeds achter me aan. En die is echt snel gewoon. Ik zweer het je. Ik heb nog nooit zo iemand zo snel gezien als Poe. Oké, Poe is in ieder geval weer weg. En dat is wel heel fijn. Weet je wat? We gaan lekker door naar de volgende stad. Oké, guys. Ik rijd dus op het moment in de tunnel. En oh my god, wat moet ik hier gaan verwachten? Ik durf het niet te zeggen, maar oh my god. En mijn hele scherpe bochten hier zo. Ik ben dus hopelijk wel gewoon gevlucht van Poe. En ik hoop het maar ook echt van Pau of Poe. Of hoe je het ook eigenlijk mag zeggen. Sommigen zeggen dat ik het goed zeg. Sommigen zeggen dat ik het verkeerd zeg. Ieder zijn mening. Ik weet niet hoor. En oh my god, mijn benzine is leeg. Nee. We staan gewoon letterlijk stil. Oh man. Oké, ik moet hieruit stappen. Ik moet even vragen of je misschien een jerrycan heeft liggen. Want ik heb gewoon maar een jerrycan niks. Oké, laten we even kijken. We kunnen hier dus als goed een bos. Ja, dat is heel fijn. En eigenlijk zie je dan wel huisjes staan. Maar laat ik eens even kijken. Want voor mij is. Ja, daar is toch gewoon letterlijk een huisje. En er is gewoon letterlijk een auto in het water gereden. Wat is er eigenlijk voor plek? Dit is een of ander kamp, denk ik of zo. In ieder geval, we komen eens aan bij een huisje. Laten we even gaan vragen. Hallo. Mag ik even binnenkomen? En waarom staan de ramen open? Hoe kan het nou weer? De ramen liggen er gewoon letterlijk uit. Daar is iets mis mee gebeurd, of niet? Ja, tenminste, ik denk het. Of ja, dit. Gewoon letterlijk. Ja, dan haal ik even de rest er ook uit. Want als alles er bijna uit ligt. Ja, dan moet er alles gewoon uit, weet je. Oké, laten we kijken. Hallo, is er iemand? Hallo. Ik heb wel zeker dit er even uittikken, want ik vertrouw het hier niet. Voor de mensen die nu denken van, waarom tikken we eruit eruit? Sorry, dat is niet de bedoeling. En laten we kijken. Is er iemand misschien? Of, hallo? En, oh my god. Meneer, is alles oké met je? Meneer? Hallo? Oh nee, wacht. Dit meen je niet. Hij is gewoon letterlijk. Wat gebeurt er? Oh man. Oké, hij reageert niet. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar dit is heel erg fout. Oké, laten we verder gaan kijken. Hij leunde gewoon letterlijk tegen een of andere paal aan. Wat is er nou voor iets raars? Huh? Hij beweegt ook helemaal niet. Hij reageert nergens op. Oké, laten we hier even kijken. Zo. Hallo, ik kom nu naar binnen. Hè? Oké, let's go. Ja, top. We zijn dus binnengekomen. Is er iemand? Hallo? Hallo? Is er iemand of zo? Oh my god. Nee. Dit meen je, wat doet die vent daar in de wc? Hoe kan dit? Oh, de deur is op slot. Die deur is op slot. Oh nee. Kan die deur er niet uitknallen? Oké, daar gaan we dan, hè? Boom. Nee, dat gaat dus niet. Oké, misschien moet ik even de gravity gun gebruiken. Nee. Oké, de precies. Ja, oké, top. Zo kan het dus wel. Ja, in ieder geval, de deur staat dus nu weer lekker. Ja. Laten we altijd de deur even terugplaatsen voor de eigenaar als hij weer terugkomt. Ja, ik vind het mooi zo. Goed, laten we verder gaan kijken. Is hier iemand misschien? Of, ik durf het niet te zeggen. En wat is dit nou weer voor iets? Een alien? Hoe kan dat nou weer? Oké, er is gewoon letterlijk een alien neer. Is het serieus? Hallo? Wacht, wat is dit nou weer? Huh? Oké, dit is wel heel onmenselijk. Hoe kan dit? Is er iemand? Oké, de deur is op slot. Oké, of nee, trouwens, is niet op slot. Oké, hier is ook niemand, maar ik vertrouw het niet. Laten we even terug uitgaan, man. Oké, let's go. Ik vind het echt een hele rare situatie. Ik weet niet of hier iemand is verder, maar we kunnen het even checken. Nou, ik denk het niet. Weet je, ik denk dat het dan wel goed zal zijn. En wacht eens even, ik zie daar iemand in het bos. Wie is dat in het bos? Dat kan toch niet? Is het nou mijn droom of is het een illusie? Ik durf het niet te zeggen, mensen, maar laten we even gaan kijken. Hallo? Is er iemand? Hallo? Laat ik even in het bos gaan kijken. En wat? Oh nee. Oké, ik word achterna gezeten. Nee. Oké, let's go. Oh man. Nee. Au. Oh my god. Ja. Oh nee. Oké, daar is hij. Oké, laten we wegwezen van Poe. Poe mag me niet zien. Oh my god, ik moet de trein pakken. Ik kan niet meer met de auto verder. Oké, ik weet niet waar Poe nu is gebleven, maar hij zit gewoon letterlijk achter me aan. Oké, dit is gewoon echt super, super eng. Oké, we zitten in het bos en ik hoop dat hij me niet ziet. We zijn hopelijk veilig. Oké, laten we proberen te vluchten hier zo. Oh man. Oké, ik heb het idee dat hij achter me aan zit. Alright, guys. Zijn ze aankomen in een nieuwe stad? Ik denk dat we gewoon even hier moeten gaan. En, oh nee, hij is daar. Oké, we moeten snel de trein pakken. Nee, hij is achter me aan. Oh nee. Oké, waar is de trein? Oh nee. Oké, ik moet proberen te overleven. Oh nee. Help! Oh my god. En, huh? Waar is hij gebleven? Hij is weer weg. Oké, we zijn dus weer terug aangekomen bij de trein. Laten we even op de trein gaan wachten. En ik denk dat we gewoon lekker de trein moeten pakken. Eén ding is een feit. Gelukkig is Pau verdwenen. Maar in ieder geval, ik moet dus de trein naar Amsterdam pakken. Nou, daar komt hij dus aan. Weet je, laten we even de trein instappen. En ik denk dat het de hoogste tijd is om lekker naar Amsterdam te gaan. Want ja, mensen, we hebben ook dus namelijk Amsterdam en Gmod. Dus hopelijk kunnen we daar wel veilig zijn. Weet je, laat ik even in gaan stappen. Ik denk dat het wel een goed idee is. Oké, let's go. Oké, kan ik überhaupt in? Of, nou ja, in ieder geval, laten we de trein in gaan. Oké, guys, ik ben dus juist aangekomen in Amsterdam. En volgens mij regent het een beetje. Ja, want in Amsterdam valt nou in mijn regen. En oké,
dit is gewoon letterlijk made by Kalkman. Ja, dat klinkt in ieder geval hartstikke Nederland. En is het ook echt Nederland? Ze zijn eigenlijk aangekomen. Oké, dus dat is allemaal outdated. Maar, nee, daar gaat het even niet om. Welcome to Amstervielen. Ja, oftewel eigenlijk Amsterdam. Want ja, wat is dit eigenlijk voor kamer? Dit is een of andere, ja, echt typisch authentiek Amsterdam het voor mij. Maar ja, hartstikke leuk. Maar daar wil ik eigenlijk helemaal niet zijn. Ik moet even verder gaan kijken. Want eerlijk, we zijn bij het station aangekomen. En als het goed is, zijn we nu even van poe weg. Oh, ik moet dus dit allemaal invoeren. Ja, ik weet niet wat de code is. Maar in ieder geval, we zijn toch in deze kamer gekomen. En wat heb je eigenlijk allemaal? Oh, we hebben gewoon eigenlijk een hakbal hier staan. Oké. Ja, je kunt eigenlijk via de andere kant naar binnen toe. Een beetje onlogisch, maar ja, sommige dingen zijn nou eenmaal onlogisch. En hier komen we dus net letterlijk vandaan. Maar ik denk dat de hoogste tijd is om toch even verder te gaan. En wat is dit nou even, kamer? Huh? Wat is dit? Oh my god, dat is wel heel raar. Ik ga dus ineens duisternis in. Laten we even de trein pakken. Want we zijn dus ja, al via de trein uit Amsterdam natuurlijk gegaan. Maar laten we ook even zeg maar de metro nog pakken om naar boven te gaan. Oké, we moeten even een ticket halen van de NS. En jou 3, 2, 1. En kijk eens, guys, we zijn dus aangekomen in Amsterdam. Maar voordat ik Amsterdam aan jullie laat zien, moet je deze video liken. Abonneren die kanaal met belletje aan. En waarom moet je dat doen? Zodat jullie zeker weten dat ik gewoon echt een video over Amsterdam ga maken. Waar Poe eventueel misschien kan zijn. Want ik heb echt gewoon 15 uur in de trein gezeten. Ik geloof niet dat Poe er is. Dus ik beëindig de video, mensen. En ik hoop dat jullie het allemaal doen. Als je wilt zien, je weet wat je moet doen. Tot de volgende video.